Er zijn echt ernstige welzijnsovertredingen bevonden. Er zijn eh, dieren die zonder drinkwater zitten, gewonde dieren die geen zorg kregen. Een eh, veel te hoge bezettingsgraad in de stallen is ook al meerdere keren aangetroffen. Dus het, is, het zijn ernstige overtredingen van Europese regels. En daarom wil Varkens in Nood een beroepsverbod voor Straathof. En dat er een stokje gestoken wordt voor de komst van zijn nieuwe bedrijf in Marienheim. Voor het eerst richt de actiegroep zich niet op regelgeving, maar gaat de actie over een individu. We vallen liever het systeem aan dan een individuele boer. Maar deze man is zo'n magnaat. Hij heeft iets van 18 uh, megastallen in heel Europa. Um, dat we een uitzondering maken en dus nu het persoonlijk maken. Belangenorganisatie, producentenorganisatie, varkenshouderij kon vandaag niet voor onze camera reageren. Maar laat wel schriftelijk een reactie bij ons achter. Het staat elke ondernemer, dus ook varkenshouders, vrij een bedrijf waar dan ook te beginnen. Of dit bedrijf een vergunning krijgt, is een zaak tussen de provincie en de gemeente en de ondernemer in kwestie. De producentenorganisatie Varkenshouderij, POV, speelt daarin geen rol, nog toen wij uitspraken over individuele ondernemers. Dat Varkens in Nood een petitie is gestart tegen Straathof, staat de organisatie geheel vrij. Ook daarover hebben wij geen oordeel. Varkens in Nood is, net als de POV, een belangenorganisatie. Zij behartigen op hun manier de belangen van hun achterban, zoals wij de belangen behartigen van onze achterban. We krijgen zelfs al voor de petitie allemaal reacties van mensen die boos zijn dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En helemaal nu naar buiten komt hoeveel overtredingen deze straatofval begaan heeft in andere landen, in andere stallen. Uh, er zijn gewoon heel veel mensen het met ons eens dat hij uh, dat niet verder moet kunnen met varkens.